Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. Hoe wijzig je de stijl van ondertitels op een YouTube-filmpje op een computer? Met andere woorden, hoe wijzig je het lettertype, de kleur, de achtergrondkleur enzovoort van je ondertiteling? Weet je niet hoe je ondertitels op een YouTube-filmpje zet? Dan zie je nu rechtsboven de link naar mijn filmpje dat dat allemaal uitlegt. De link staat ook in de beschrijving. Hoe wijzig je de stijl van ondertitels op een YouTube-filmpje op een computer? We gaan eraan beginnen. Je gaat natuurlijk naar YouTube en je kiest een filmpje dat ondertitels heeft. Als je naar mijn thumbnails kijkt, dan zie je links zo'n Engelse vlag met sub, een subtitle. Dat wil zeggen dat mijn YouTube-filmpje ondertitels heeft. We kiezen bijvoorbeeld dit filmpje. Ik heb het geluid uitgezet. Je ziet dat er ondertitels zijn in het Nederlands. Hoe stel je nu de stijl, het uitzicht of de opmaak van je ondertitels in? Je gaat naar rechts, naar instellingen. Hier zie je dat er ondertitels zijn. 15 ondertitelingstalen. Wil je nu een andere taal kiezen? Kies je gewoon Frans, of direct Frans, of Engels, enzovoort. Maar hoe wijzig je nu de stijl, het uitzicht of de opmaak van die ondertitels? Wel, dat is ook hier, ondertiteling. Je scrolt naar boven als je nog niet boven bent. En je kiest opties. En hier zie je een aantal stijlitems om te wijzigen. Het lettertype. Proportioneel. Je ziet dat het ook direct verandert. Ja. Dan heb je ook nog eens de tekstkleur. Bijvoorbeeld, je vindt geel veel mooier. Je hebt de lettergrootte. Je wilt het nog wat groter hebben. Je ziet niet goed. De achtergrondkleur. Bijvoorbeeld blauw. Dan heb je ook nog eens de onderzichtigheid van de achtergrond. Dus als je hier kiest 50%, zie je dat de blauwe kleur doorzichtiger wordt. Dan kies je 75%. Dan heb je ook nog vensterkleur en onderzichtigheid van het venster. Ik zie niet direct grote verschillen als ik hier wijzigingen aan aanbreng. Dat test je zelf maar eens uit. Je hebt nog eens de randstijl van de tekens. Slagschaduwtje bijvoorbeeld. En dan heb je ook nog eens de onderzichtigheid van het lettertype. Als je zegt 25%, dan zie je dat de letters doorzichtig worden. Het beste is natuurlijk 100%. Je hebt nu een aantal instellingen gemaakt. Ga je nu naar iets anders? Bijvoorbeeld naar Google, een andere website. En je gaat terug naar YouTube. En je kiest een filmpje. Hoe zet je ondertitels op een YouTube filmpje? Je ziet, dit filmpje heeft ondertitels. Zie je dat? Dat Engels vlagje met sub. Klik daarop. En je ziet, de opmaak, de stijl die ik zojuist heb toegepast, is nog altijd van toepassing op andere filmpjes. Ben je hier niet tevreden mee? Kan je dat natuurlijk altijd resetten. Ga naar instellen, je kiest op ondertiteling, opties en hier kies je opnieuw instellen. En je ziet, het wijzigt terug naar hoe het in het begin stond. Ondertitels van kleur, grootte en stijl wijzigen is helemaal niet moeilijk. Probeer het zelf ook maar eens uit. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Deel dit filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!